FC Twente degradeert dus naar de Jupiler League. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. FC Twente houdt daarmee wel de licentie, maar speelt dus op een lager niveau. Die nieuwe licentie plaatst FC Twente echter terug naar de Jupiler League. Dat voelt, zoals we alles zullen begrijpen, als een mokerslag. Twente moet u dat zelf allemaal maar uitleggen hoe het exact zit, en dat is niet aan mij. Maar ik denk dat je Houdini en Hans Klok tegelijkertijd nodig hebt om als Twente eruit te komen. Feyenoord wint in Enschede met de 3-1. En de zorgen naar het weekeinde voor de Tukkers zijn alleen maar groter en groter geworden. Wie er een uitweg weet uit deze gigantische problemen en die mag opstaan. Ze hebben nog 4 wedstrijden om dat om te draaien. Het wordt buitengewoon ingewikkeld om dat te bewerkstelligen in de wedstrijden tegen ADO, PEC, Vitesse en NAC Breda. Maar je moet erin blijven geloven. Op de mensen in het stadion, op de spelers, op alles en iedereen ook eromheen misschien wel. Het gevoel van dat komt niet meer goed.